Je pas mal les quoi. Vraag aan hem. Quoi? Kijkers, vandaag een wedstrijd tegen Cambuur. Ik heb vandaag weer Emiel mee. Vandaag zijn we met zijn auto. Vorige wedstrijd hebben we dus 5-4 gewonnen van DWS. En laten we kijken wat we vandaag gaan neerzetten als ploeg. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, man. Allee, laten we zien wat er gaat gebeuren. Ilias, klaar voor? Ja. Je hebt ons dinsdag het heel moeilijk gemaakt met 2 doelpunten. Ja. En nu ga je het laten zien voor ons? Ja, komt goed. Ik ben benieuwd. Ja? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, zeker ben ik klaar voor. Top. Ja, man. Ik heb precies daar. Boys! Johnson, klaar voor de wedstrijd? Altijd, moet altijd klaar zijn. Ja? Altijd. Wat vond je van de vorige wedstrijd? Was je daar aanwezig? Tegen DVS was ik er niet. Jammer genoeg, maar die wedstrijd voor tegen NVV was ik er wel. Hoe vond je die gaan? Dus, ik viel goed in. Nieuwe positie voor mezelf. Maar ja, als je erin valt, moet je alles geven. Maakt niet uit waar je staat. Maar gewoon kijken voor het team vechten. Dus zometeen weer, hè? Zometeen als ik er weer in kom. Precies zo. Ja, jullie goed. Tien uit. Jullie moeten naar voren. Nee! Regen! Pas. En het team in de steek gelaten. 2-0 verloren, 2 fouten. Dus volgende wedstrijd, zaterdag, moeten we er staan. En zelf, wat vond je van de ploeg? Cambuur? Ja, Cambuur was ook georganiseerd, stond goed. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar dat mag geen excuus zijn voor je eigen spel. Uiteindelijk moet je gewoon keihard bikkelen. Maar het is vandaag minder gebeurd. Vertel, je hebt net verloren. Ja. 2-0. Wat ging er mis? Felheid. Communicatie met het team gewoon ging niet zo goed. We stonden niet echt als een team en we luisterden niet echt naar elkaar. En hoe voelt het om jezelf te kunnen meten tegen zo'n ploeg? Ja, je ziet wel gelijk wat beter kan. Omdat ja, we trainen elke dag en zo. Wij ook, we trainen ook hard. Maar ik kan wel gelijk zien wat beter moet en wat goed gaat. Dus ik ben wel heel erg snel. Ferry, jou wil ik interviewen. Oh, ik weet echt niet wat ik moet zeggen, man. Hallo. Geen goede wedstrijd? Nee, geen echt slecht, man. Echt, man. De volgende wedstrijd moet beter. Sowieso, man. Echt, man. Je kan het, hè? Je hebt wel de kwaliteit en talent. Ja. Dus pak het op. Komt goed, kom. Wedstrijd. Ja. Ja, niks mis mee. Iedereen verliest wel een keertje. Op naar de volgende wedstrijd. Hoort erbij, hè? Verliezen. Ja, verliezen hoort erbij. En het is gewoon, helaas. Kan alleen maar leren, hè, uiteindelijk. Ja, ja, uiteindelijk leren we ervan. En we focussen ons op een andere wedstrijd. Komt goed, we hebben nog zat wedstrijden, dus ja. We gaan gewoon door. Ja. Ja, hoe kan ik het uitleggen? Ja, als team gewoon beter spelen, ja. Moreno, kans 2. Hoe was de wedstrijd? Ja, we hebben
niet goed gepresteerd. En coaching was slecht. Het beter gekund. En ja, daar moeten we gewoon naartoe werken. Gewoon. Wat vind je ervan dat je tegen profclubs kan oefenen? Goed voor mijn ontwikkeling. Ja, ik vind dat ik mijn tempo ook wat hoger is nu dan normaal. En ja, dat wil ik ja, voor allemaal, voor alleen maar verbeteren. Hoger op aan de top komen. Anders dan verwacht. Ik vond onszelf niet echt bepaald gretig, minder scherp toch. We hebben wel kansen kunnen maken, maar jammer genoeg niet goed benut. En persoonlijke fouten stonden op achterstand. En voortaan moeten we nog scherper zijn. Wat vond jij van de wedstrijd? Nou, het was een lastige wedstrijd. Cambuur doet goed georganiseerd. En daar hadden wij als team zijn heel veel moeite mee. We konden niet, de balomhandeling was net te traag, waardoor we dan onszelf in de problemen brachten. Maar aan de andere kant hebben we wel veel leermomenten gecreëerd in die wedstrijd. We weten wat we moeten verbeteren voor de volgende wedstrijden. En ik denk 5 minutes later. Dat de jongens dit ook goed willen oppakken. En dit willen voorkomen om dan tegen de volgende tegenstanders ook goed georganiseerd zijn. Ook goed te kunnen voetballen. Klopt ja. Dat was echt een heel... Kijk eens, vandaag een wedstrijd gehad tegen Cambuur. Jammer genoeg met 2-0 verloren. Volgende wedstrijd moet beter en dat gaan we zeker ook doen als ploeg zijnde. Wat vond jij van de wedstrijd? Nee, ik vond het een lastige wedstrijd. Cambuur stond goed georganiseerd en daar hadden wij moeite mee. De balbehandeling was net wat sneller dan bij ons. Maar de jongens hebben hier veel leermomenten uit kunnen halen. En ik denk dat het voor de volgende wedstrijd wel goed moet komen. Zeker, zoals je zei. Als je een keer verliest, zie je het als leermoment. Kijk wat je verkeerd hebt gedaan en pak het de volgende wedstrijd weer op. Dus wij doen onze kop omhoog en kijken vooral naar de volgende wedstrijd. Houd je YouTube kanaal in de gaten, abonneer vooral en like. Ciao!